In totaal hebben we nu al 5000 euro bij elkaar gesprokkeld. En dan met z'n vijven dat verdelen, dan kunnen we al een heel flink van de prijs verminderen. Dus ja, flink doorwerken en dan misschien kunnen we lekker gratis op reis. Het zou pas vanaf 12 uur open gaan, maar we begonnen vroeg vandaag. We begonnen eerder inderdaad. Ja. Want ik kwam, ik had al doorgegeven dat ik ietsjes later ging komen. En toen stond er ineens al een hele rij auto's. Ja, het was al lekker vol, ja. Ja, ik mag als de auto's eenmaal gewassen zijn en weer droog gemaakt zijn, mag ik de auto's nog zegenen. Dus dat is erg mooi. Dus ik heb al een oldtimer gezegend en een motor en verschillende soorten auto's. En iedereen staat er eigenlijk voor open om op die manier de zegen mee te krijgen. Ja, en zegenen komt natuurlijk van benedictie, het goede zeggen. Dus als we elkaar op die manier het goede toe kunnen wensen en met de hulp van God op weg kunnen gaan, is dat natuurlijk heel waardevol. Voor de jongeren die op weg gaan naar Lissabon, maar ook voor iedereen die ze een warm hart toedraagt, dat ze veel veilige kilometers kunnen maken. Ik heb er vooral ook zin in om gewoon met mensen uit het buitenland contact te hebben. Dat lijkt me echt heel gaaf. Ik was ook een keertje nog naar WED in Krakau. Was ik niet als jongere meegegaan. Maar ik was er wel in het hele grote veld. En dan zaten er echt gewoon tussen een miljoen mensen dan. En dat, ja. Die sfeer was echt bizar. Iets wat je niet kan verzinnen eigenlijk. Je moet, ja, het echt beleven. En dan ook met de paus natuurlijk. Ook een dingetje, ook leuk. Dus ja, ik kijk daar wel het meest naar uit. Ja, ook een dingetje. Paus. Ja, leider van de ook. Heilige Katholieke Kerk, een dingetje. Ja, nee, ook op zich wel belangrijk. Hopen dat hij kan komen natuurlijk. Op voorspraak van de heilige Christoffel, door Christus onze Heer. Zo zegen ik deze auto, zo zegen ik u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.